Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. Vandaag praten we over mental health bij mannen en we praten daarover met mevrouw Sebon van de stichting The Coach In Me. We weten allemaal dat mannen niet zo vaak praten over hun emoties en dat waarmee ze zitten. Maar mevrouw Sebon gaat het vooral hebben waarom mannen gaan moeten praten over zaken waarmee ze zitten. Kijkt u mee. Goedendag mevrouw Sebon, welkom in ons programma In Gesprek Met. Ja. Om verder te gaan, kunt u ons vertellen wie u bent, want u heeft een moeilijke voornaam en ik ga het niet durven uit te spreken. Nou, mijn naam is Anke Lilia Sebon en ik zit hier namens Stichting The Coach In Me. En bij Stichting The Coach In Me ben ik dus spiritueel coach. Oké, mooi. Jullie zetten je in voor een heleboel zaken, maar ook voor de mentale gezondheid bij mannen. Dat vooral. Wat is het belang van aandacht voor de mannelijke mentale gezondheid? Het is heel belangrijk, want als we kijken naar de cijfers die laatst gepubliceerd zijn, dan zien we zelf ook wel dat het belangrijk is dat wij gaan kijken naar de mentale gezondheid van onze mannen. Mannen zijn jammer genoeg niet zo open als vrouwen om over hun uitdagingen te praten. Ze kiezen er toch liever voor om het met vrienden te bespreken of te drinken, te sporten. Ze zoeken allerlei mogelijkheden om niet erover te praten of te zitten. En soms is het ook dat ze niet gehoord worden of geen safe space hebben om het te bespreken. Ja. Weten jullie als stichting welke specifieke uitdagingen mannen ervaren op het gebied van mentale gezondheid? Sowieso hebben mannen elke dag uitdagingen, zoals ik al aangaf, ook vrouwen. Zolang je mens bent, leeft, heb je uitdagingen. Voor de man is het, om een specifiek geval te geven, jij bent, we zouden zeggen, de kapitein van het schip. Als jij niet weet welke richting we opgaan, dan of dat schip zinkt of we gaan een richting op die eigenlijk niet bevorderlijk is voor het gezin. Dus je vrouw, je kinderen kijken naar jou, wat doet papa? Mm-hmm. En dat is een bepaalde druk die wordt gelegd op een man. Verder ook nog het financiële. Als man verwacht je vrouw weer, je kinderen, dat jij ervoor zorgt dat we brood op tafel hebben. Al heeft mama niet of heeft mama minder, maar dan kijkt ze ook weer naar jou van hey, wat kunnen we doen? Hoe gaan we het doen? Dus er zit een bepaalde druk en als het een man is die vanuit zijn verantwoording handelt, dan heeft hij dat een bepaalde pressie op zich. Ook binnen de maatschappij verwacht men een bepaalde performance van een man. En soms kijkt hij dan, ik ben achter, ik heb bepaalde dingen nog niet, ik wil ze. En mijn vrienden hebben het, ik nog niet. En we moeten gaan snappen dat niet alles gaat zoals wij dat willen. Er is een reden waarom je iets nog niet gehad hebt. En soms is het helemaal niet dat je het nodig hebt. Dus zo zijn er verschillende uitdagingen voor de man. En die aandacht vergen, want als hij er niet over praat, als hij niet gaat denken in mogelijkheden, dan is het als een stress. Mm-hmm. Hij kan niet praten over zijn gevoelens. Misschien moet hij 2 en 3 jobs werken om zijn gezin te verzorgen. Dat maakt dat hij moe is. Hij komt thuis. Als een vrouw bijvoorbeeld zou vragen voor seks, dan kan hij niet performen, want hij is moe. Die vrouw klaagt daar ook weer. Dus er is weer een andere druk op die man. Mm-hmm. En zo kan ik een aantal voorbeelden geven van onderwerpen of zaken waarbij mannen naar ons toe komen voor de coaching. Maar het ligt nog altijd bij wie ben ik? Wat wil ik uit het leven? Waarvoor sta ik? Soms is het zo dat ze zichzelf dus niet begrijpen, maar dat is bij ieder mens zo. Er komt een moment waarbij je jezelf gaat afvragen, wie ben ik? Waarom ben ik geboren? Waarom leef ik? En dat kunnen vragen zijn waarmee je zit. En als je niet de juiste begeleiding krijgt, dan kan het zich anders gaan uiten, ja.
Ja, en op 1 juni organiseert de stichting een retreat voor men. Hoe zal deze retreat bijdragen aan het verbeteren van de mentale gezondheid van mannen? Oké. Een van de pilaren van de stichting, zoals ik zei, we hebben een holistische benadering. En we kijken dus naar het fysieke, het mentale, het emotionele en natuurlijk ook de spirituele aspecten. Om op die manier verandering te brengen in ieder individu. En vanwege het feit dat we naar die manier naar zaken kijken, zorgt het ervoor dat wij diepgaande en duurzame transformatie kunnen faciliteren. We geven niet alleen maar theorie, maar ook praktische voorbeelden, case studies. Wij hebben een combinatie van bewezen psychologische modellen en technieken in combinatie met elementen van verschillende spirituele tradities. Daar maken wij dus hebben wij dus een product van en dat bieden wij dus aan. Dat zorgt ervoor dat we op een hele unieke manier bezig zijn met de mens. Wanneer je naar zo'n retreat komt, ga je de diepte in. Verwacht dus niet dat je, zoals altijd bij een training, gewoon gaat praten over je gevoelens. Nee, aldoende leer je. Dus wanneer we ook bezig gaan zijn met de oefeningen, gaan we echt ook naar die kleine jongen van 2 jaar. We gaan terug naar wat is er gebeurd in je tienerjaren. De eerste persoon waarvan je kan zeggen, ay asma dat brokomi ati. Wat heeft gemaakt dat je bent gaan veranderen nadat je dat ervaren hebt? Want op dat moment heb je anders gekeken naar een vrouw. En het kan 2 kanten op. Of je hebt gezegd van, ik hou nooit meer van iemand. Of je hebt juist gezegd van, het was die persoon, haar probleem. Zij wist niet hoe mij te respecteren, maar ik laat niet de pijn mij leiden. Ik zorg ervoor dat ik betere keuzes maak aan het begin, want dat is ook een van de dingen. Als ik een partner kies, is het wel iemand die toegevoegde waarde kan bieden. Is het iemand waarmee ik kan groeien? Is het iemand die mij respecteert? Iemand die me ziet, waardeert? En als je dat vanaf het begin niet hebt gedaan, heb je dan een verkeerde partner gekozen. En dan kan je later niet zeggen, ze heeft zich niet gedragen of ze heeft mij pijn gedaan. Dat had je vanaf het begin, als het ware, had je die screening moeten doen. Dus doordat we bezig zijn en dat je die spiegel voor jezelf houdt, want het start bij jou, jij bepaalt. Het is jouw leven. Dus jij bepaalt in welke rol je gaat zitten. Je kan niet in die slachtofferrol blijven zitten. Het is gebeurd. Oké, kunnen we het accepteren? En daarna gaan we dus dan kijken naar, oké, wat is de pijn? Voel het. Want wat we ook doen, we stappen het weg. We gaan eroverheen. We praten er niet over. Maar het is juist belangrijk dat je gaat praten over die situatie om te begrijpen wat er is gebeurd. De les leren, zodat je het in het vervolg niet weer hebt. Want als je de les niet leert, komt het alleen maar terug in een ander jasje. Dus zo zijn er verschillende oefeningen. De stichting is er niet alleen, dus niet mijn persoon. Maar we hebben ook Marvin Polak. Dat is wanneer het komt op corporate en coaches voor mannen, is he one of the best. We hebben ook vanuit Nederland hebben we Leona Plein. Zij is ook in de corporate wereld in Nederland een van de grootste coaches wanneer het gaat om leiderschap. Dus samen zorgen wij ervoor dat de mannen verschillende tools meekrijgen, verschillende inzichten waarmee ze kunnen werken. Ze zijn direct inzetbaar, want vaak genoeg is het, ja, je kan het voor de toekomst gebruiken. Nee, de tools die je meekrijgt, de case studies zijn zaken die nu spelen. Je kan nu eraan werken, zodat je je leven gaat veranderen, aan jezelf gaat werken. En ook dat van toegevoegde waarde is voor je werk, je omgeving. Ja, je hebt ook gesproken over de coaches voor 1 juni. Maar ik ben toch nieuwsgierig, want eigenlijk praten jullie over hele diepgaande onderwerpen. Klap. Dus is er een bepaalde psychologische expertise verbonden bij een van de coaches? Ja, sowieso. Marvin bijvoorbeeld, Leona ook, die heeft
Ik weet niet hoeveel gradaties ze allemaal heeft, mijn persoon ook. We komen niet als een leek daar staan. Het is sowieso dat we met een bepaalde bagage daar komen staan. Expertise, want we hebben allemaal dagelijks cliënten waarmee we bezig zijn. We noemen ze coaches, waarmee we bezig zijn. We begeleiden ook al mannen en vrouwen. Iedereen met zijn specialisatie. En met die kennis en kunde komen wij en verzorgen we dus de sessies. Hoe zullen de coaches, de deelnemers van de retreat, begeleiden? Er zijn oefeningen, zoals ik al zei, die worden dus uitgevoerd. We gaan samen kijken, als ik een voorbeeld mag geven. Het lijkt een gekke vraag, maar bijvoorbeeld, wat is jouw favoriete kleur? Mensen denken, ik hou van groen, ik hou van paars. Maar men gaat niet na van, waarom hou ik van die kleur? Het kan positief zijn, maar het kan ook negatief zijn. Het kan zijn dat bijvoorbeeld je moeder altijd een kleur aantrok en dat is je favoriete kleur geworden. Maar dan hoor je het te weten. Je moeder is er niet meer en dat is dus een manier waarop jij je moeder dus herdenkt, zeg maar. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld je vasthoudt aan iets dat je in je kinderjaren hebt meegemaakt. En op basis daarvan vind je dat deze kleur jouw favoriete kleur is. Bijvoorbeeld heb je mensen die altijd in zwart, in donkerblauw lopen. Waarom kies je voor die kleur? Schuil je achter die kleur of betekent het iets voor jou en waarom? Het gaat erom dat je er bewust van bent als je iets doet. Maakt uit hoe het overkomt voor de buitenwereld. Dat is niet belangrijk. Als het goed is voor jou, je voelt je er goed bij, is dat hem. Want dat leert ook aan mensen dat ze zo authentiek als mogelijk horen te blijven en zijn. En zo kunnen we verschillende manieren, verschillende technieken aanhalen die waarmee de mannen dus zeg maar bezig zullen zijn. Ja. Zijn er specifieke thema's verbonden aan deze retreat? Ja, we hebben een van ze heb ik al genoemd, partnerkeuze. Hoe kijk je daarnaar? Wie ben je? Je lichaam is een van ze. Want dat je lichaam ziet als een tempel, dat je dat gaat respecteren. Daar komt er ook seks bij kijken. Waarom kies je ervoor om verschillende sekspartners te krijgen? Als je daar bewust van bent waarom je het doet, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar als het is om bepaalde emoties weg te drukken, om niet eraan te denken en dat je daarom op die manier leeft, dan hoor jij aan jezelf te werken en niet eigenlijk andere mensen daarmee te schaden. Verder kijken we ook nog naar wat wil je bereiken in dit leven. Ben je tevreden waar je nu staat en waar wil je naartoe? En hoe wil je daar naartoe? En is dat eigenlijk wat je wil of is dat wat jouw omgeving van jou vraagt? Want soms willen we iets en eigenlijk is het niet dat wij daarachter staan. Maar omdat bijvoorbeeld iedereen in je familie arts is, dan wil jij ook arts zijn. Terwijl je misschien de behoefte hebt om architect te worden. Maar omdat iedereen in jouw familie, iedereen, alle mannen bijvoorbeeld in je lijn arts zijn, dan wil je dat ook, of zegt men je dat je dat moet worden of zijn. Want het gaat erom dat het volwassenen zijn, dus ze zijn dan al in een bepaald beroep, zeg maar, bezig aan het uitoefenen. Dus zo zijn er verschillende aspecten, verschillende onderwerpen waar we naar gaan kijken. Eigenlijk gewoon naar het leven van een man zijn. Daarna gaan we kijken. Ja, dus het is echt een spannend onderwerp, want zoals je eerder aanhaalt, veel mannen doen gewoon wat de gemeenschap van ze verwacht. En heel vaak hoor je hier en daar dat dus een man niet staat voor A en mm-hmm. bijvoorbeeld B wil doen, mm-hmm. maar de gemeenschap laat het niet toe. Ja. Hoe belangrijk vindt de stichting die je vertegenwoordigt dat mannen bijvoorbeeld staan achter dat wat ze denken dat goed is voor zichzelf? Ja, allereerst moet je weten dat dat goed is voor je. Want als je niet weet wat je wil,
Dan als iemand je zegt van dat is goed voor je, dan ga je dat geloven. Maar als je weet wat je wil en waarvoor je staat en wat je wil bereiken in dit leven, dan mag er nog wie dan ook komen. Je weet, dat wil ik en daar ga ik voor. Dit ben ik en ik kan het. En dan doe je dat. Toch? Dus daar gaat het ook om. Dat ze weten van, hey, dit ben ik en dit wil ik presenteren aan de buitenwereld. Het gaat soms moeilijk. Laat me niet zeggen moeilijk, het is een uitdaging. Dat je omgeving je gaat accepteren en waarderen op een bepaalde manier. Maar als je weet waarvoor je gaat en waarvoor je staat, dan kan je dat ook makkelijker aan hun uitleggen, want daar gaat het om. Ben je vandaag A, zoals je zei, en morgen ben je B en je wil als B verder gaan, toch? Stel maar voor, je hebt een leven gehad dat losbandig was. Je hebt gefeest en alles. Daar heb je ervaring uit gehaald. Je hebt genoten, je hebt gezien van oké, dat is het leven, die kant heb je dan geleerd. En nu wil je het anders gaan doen. Je wil nu een gezin hebben, je wil een rustig leven gaan hebben. Dan heb je genoeg ervaring opgedaan om een andere man te zijn. En dan kan je ook wel aan je omgeving uitleggen van dat deel heb ik gehad. En nu wil ik wel op een verantwoordelijke manier omgaan met mijn leven. En dat is allemaal groei. En dat is oké. Okay. Ja. Ik hou ervan om zaken die spelen in de maatschappij voor te leggen aan mensen die ik interview. In de afgelopen dagen hebben we gezien dat er op social media een bepaalde discussie is losgebroken op basis van een man die zei, hij is een high value man en hij heeft bepaalde standaarden. De vrouw was niet zo blij daarmee. Maar mijn vraag is dan, mogen mannen, zoals vrouwen, eisen stellen bij het kiezen van een partner bijvoorbeeld, ook eisen stellen van, ja, ik wil bijvoorbeeld geen vrouw die voor de kinderen heeft, die vrouw moet bijvoorbeeld zo'n scholing op na hebben. Mag een man dat zeggen en hoe proberen jullie mannen dus daarvan bewust te maken? Want soms lijkt het erop alsof een man niet mag praten over bepaalde onderwerpen. Klop, helemaal. Een man mag dat sowieso. Als een vrouw dat mag, mag een man dat ook. En ik haalde het zo net ook aan. Wanneer je start, stel maar voor je bent 25, heb je andere behoeften, je kijkt anders naar het leven. Je hebt bepaalde dromen die je weer gaan verwezenlijken. Dan moet je wel heel goed gaan nadenken, wie hoort er naast me? Wie gaat mij begrijpen wanneer ik vandaag of morgen die grote manager ben? Is het iemand die ook haar eigen leven heeft? Is ze ook bezig? Is ze ook vooruitstrevend? Gaat ze me kunnen motiveren wanneer ik die moeilijke momenten heb? Gaat ze me kunnen begrijpen? Het hoeft niet alleen maar te zijn een bepaalde scholing. Scholing helpt, maar scholing is nog niet alles. Want als de persoon heeft een diploma heeft, zeg maar, een master heeft, maar de persoon heeft niet gewerkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling, dan heb je wel alleen maar een papiertje waarop er master staat. Maar het is dan niet een vrouw die met je meedenkt, want ze heeft niet aan zichzelf gewerkt. En als ze niet aan zichzelf heeft gewerkt, kan ze ook niet daar voor jou staan. Als vrouw die je eigenlijk nodig hebt. Want niet zomaar heeft die schepper een man en een vrouw gemaakt. We verschillen van elkaar. En we sluiten goed aan. Toch? We helpen elkaar eigenlijk van mens zijnde uit. Want als we ook rekening moeten houden met de LGBTQ+ community, dan is het ook weer zo dat twee mannen, twee vrouwen vinden dat ze elkaar goed kunnen aanvullen. Ja. Toch? Dus ook daarmee moeten we rekening houden. Het gaat erom, de partner die je kiest, dat het wel iemand is die jou kan helpen om de next level te bereiken. Die jou kan inspireren, die je kan respecteren, die samen met je kan groeien. Het zijn steeds weer dezelfde dingen die terugkomen, toch? Als je naar me luistert. Dus het is wel heel belangrijk dat een man ook kiest vanaf het begin van ik heb gewerkt aan mezelf. Ik heb mezelf opgebouwd. Ik ben op een bepaald niveau. Dan wil ik wel ervoor kiezen wie er naast me staat. Dat mag een man altijd. En juist doen onze mannen het minder. Dus als onze mannen het nu wel gaan zeggen, dan is het voor ons
als vrouw of als partner, dat we gaan kijken naar onszelf. Maar dat een man het zich mag uiten en dat mag zeggen, sowieso. Ja, oké. Okay. De retreat van 1 juni. Ja. Voor welke mannen is het bedoeld? Het is bestemd voor alle type mannen, zolang je maar man bent. Want de vrouwen willen ook daartussen komen en zeggen, ja, maar dan wil ik erbij zijn en hun vertellen hoe ze het moeten doen. En ik zeg, nee, dat gaat niet. Het is een mannenretreat en er zijn specifieke onderwerpen die mannen aangaande die we gaan bespreken. En daar horen er dan geen vrouwen bij, dan alleen de coaches. En we zeggen ook van, er komt vaak genoeg bij de sessies die we doen, komen er al vrouwen. Er is ook een vrouwenretreat geweest en er komt weer één. Dus daar mogen ze, toch? Maar wanneer het gaat, laten we die mannen gunnen. Hun momentje alleen. Een momentje waar ze kunnen praten, zich kunnen uiten. Net zoveel kunnen en willen zeggen als ze maar willen. We moeten ze ook die ruimte bieden, want er wordt al zo weinig gedaan voor mannen. Dus laten we ze dit gunnen. Ja, en hoe kunnen mannen zich aanmelden voor de retreat? Nou, ze mogen op onze page kijken. Die draagt dus de naam van de Coach in Me op Facebook. Instagram is dat A Coach in Me. En ze mogen ook sowieso appen op het nummer of bellen op het nummer 7108125. Nogmaals, 7108125. Dan mogen ze appen of bellen en dan mogen ze de vragen stellen. Want ik kan best wel begrijpen dat ze misschien wat vragen hebben. Dan mogen ze altijd even bellen voor wat verduidelijking. Ja, en ik zie dat de locatie eigenlijk op 4 kinderen is. 4 kinderen is. Het is een privé resort, Amani. Mm-hmm. Dus wij vertrekken hier uit de stad om 6:30 in de ochtend. Tussen 6:30 en 7:30 in de ochtend vertrekken we uit Paramaribo. We zijn dus rond 7:30 zijn we dus op 4 kinderen. En dan hebben wij dus een volle dag. Er zijn sessies. We hebben ook sport. Dat is een ijsbad. Dat is dus dat mannen gaan zitten in een grote bak met ijs en water. En dat is meer voor de mental health. That you can control it. Er komt zoveel naar boven. Het is een hele krachtige oefening. Dus daar worden ze ook weer in begeleid. De 2 andere coaches die hebben ook weer hun sessies. Ze krijgen ook een massage. Ze mogen kiezen tussen een hoofd, schouder of voetmassage. Want het is gebleken dat bepaalde mannen nog nooit een massage hebben gehad. Of het niet nodig vonden. Dus dan mogen ze hier een introductie van krijgen hoe het is. Daar hebben we de mobile massage bij. En Vanessa is de persoon daarvoor. Ze is daarin gespecialiseerd dat ze mannen masseert. Dus voor ons was het ook zo van, hey, daar kunnen we mee werken. En ze mogen hun hangmat meenemen, want ze hebben ook een rustmoment. Eens zei gisteren tegen mama Anki, 1 juni is de voetbalwedstrijd. Ik zeg, luister, je hele leven lang maak je keuzes. Dus of we record aan voetbalwedstrijd, of we hebben sowieso ook een momentje tijdens de wedstrijd waar ze naar de wedstrijd mogen kijken. Er is een televisie, dus dan mogen ze naar de wedstrijd kijken. En daarna dan gaan we weer terug naar onze sessies en dan horen we weer gefocust te zijn. Dus ik ontneem hun het moment van voetbal kijken niet. Ja, en je hebt net aan gehaald dat die vrouwen absoluut niet erbij mogen zijn. Nee. Ik maak er totaal geen uitzondering voor. Daar ben ik duidelijk over. Toen die vragen kwamen, ik zeg nee, dit is echt het moment voor de mannen. En we gunnen ze dat momentje ook echt. Ja, maar nu hebben die vrouwen thuis gehoord van, die man gaat daar met die vrouwelijke coaches zijn. Klap. En die vrouw die massages geeft. Ja. Dus eigenlijk minder vertrouwen aan je, hè? Nou, we zijn allemaal professionals die daar werken. Het is niet zo dat je je man ergens zet en morgen komt hij niet meer naar huis. Believe me. We gaan hem juist boosten. We gaan hem juist klaarstomen. We gaan hem juist bewuster maken van dit leven, waardoor hij, geloof me, de mannen die komen, hun partners, ik denk dat ze me moeten appen, want ze gaan het verschil zien tussen die man van toen hij zaterdagochtend wegging en wanneer hij zaterdagavond weer thuis kwam, believe me. Hij gaat stil zijn, want er komt heel veel naar boven. Hij gaat nadenken over bepaalde zaken, hij gaat het natuurlijk opschrijven, hij gaat moeten toepassen. Dus ik vraag ook echt aan de partners dat ze de ruimte krijgen, bieden aan hun partner om te werken aan hun transformatie.
Ja, en je hebt aangehaald over die activiteit waarbij ze in een ijspool gaan zitten. Ja. Maar zijn er ook andere outdoor activiteiten die aan bod zullen komen? Ja, er zijn verschillende, want we gaan niet... Kijk, het is een mix. Het is niet zo dat je net als in een klas... Daarom hebben we ook gekozen voor buiten. Het is een heel mooi resort. Daarom hebben we ook verschillende secties. Op het terrein van het resort hebben we dus activiteiten. En waardoor ze bezig kunnen zijn. Interactief bezig kunnen zijn. Maar dat is heel belangrijk. Weet je, dat je aldoende de informatie tot je neemt. Er zijn een aantal sportactiviteiten die we ook erbij hebben. Ja, ja, en we weten allemaal dat mannen van eten houden. Dus. Tuurlijk. Dat is een van de eerste dingen die ze ook vragen van, heb je goed voor ons gezorgd? Ik zeg, tuurlijk. Oké, dan een andere vraag. Hoe kunnen mannen zich aanmelden voor de retreat? Oh, heb ik al gesteld, ja, hè? Ja. Oké, laatste vraag dan over dit specifieke onderwerp. Is er een mogelijkheid om na afloop van de retreat contact te houden met de organisatie of de coaches? Ja. Natuurlijk. Ik zeg altijd tegen de mannen, het is belangrijk dat je bezig bent met jezelf, dat je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. En eigenlijk je hele leven lang ben je bezig met een betere versie van jezelf. Wanneer het eerste niveau bereikt hebt, je hebt gezien van, hey, ik kan dit, ik ben hier. Dan is het wel belangrijk dat je werkt aan the next best you. En na de sessie, is het sowieso, of na de retreat, is het sowieso dat de mannen verder gaan willen. Dat is vaak genoeg ook zo. Dat merk ik ook bij de vrouwenretreat. En we hebben dan de intakegesprekken. We hebben de coachingprogramma's. Dat hebben alle drie coaches. Leona is jammer genoeg niet degene die hier binnen de corporate wereld bezig is. Maar Marvin en ik wel. En je kan altijd nog weer terecht bij Stichting De Coach in Me of bij Marvin Polek, dat is dus de Impact Coach. Kan je altijd weer, als je verder wil gaan met je project, verder wil gaan met de begeleiding, dat je aangewakkerd bent, dat kan ik snappen. Dat je verder wil gaan, dat kan ik snappen. Dat zeg ik ook altijd eens. Maar het is wel belangrijk dat je weet, je gaat een traject, je gaat starten met een traject. En daar hoor je ook je omgeving op voor te bereiden. Want ook hun gaan je ondersteunen in dit traject. Dus ik zeg ook, neem ieder mee. Want vooral zoals ik zei, die man wordt gezien als die kapitein. En als jij werkt aan jezelf, dan neem je het volledige gezin ook echt mee in je traject. Je doet het voor jou, maar they will benefit as well. Dus sowieso kunnen ze na deze retreat kunnen ze verder gaan met hun persoonlijke ontwikkeling. Ja, en natuurlijk bent u van de stichting The Coach in Me. Kunt u me meer vertellen over de stichting? Wat doen jullie allemaal naast? Dus bijvoorbeeld het begeleiden of het organiseren van zulke momenten. Ja, dus zoals ik al zei, we bieden dus coaching en training. En we hebben dus elke maand hebben we dus één sessie, één groepsessie. Dat is vaak genoeg de laatste of de eerste zaterdag van de maand hebben we dan groepsessies. We hebben de retreat, zoals ik al zei. We hebben iedere derde zondag in de maand hebben we walk in the park. Dat is dat we een loop hebben in het park, vaak genoeg in kuil. En dan al lopende behandelen we bepaalde onderwerpen, bespreken we bepaalde onderwerpen. We hebben ook de coachingprogramma's. De coachingprogramma's, daar ga je 6 weken lang ga je in een coachingprogramma. Dan ben je wekelijks ben je dus dan bezig met de coach. Je krijgt huiswerk, je krijgt sessies. Maar het is de bedoeling dat je na die 6 weken, dat je volledig in je kracht bent gaan staan. Dat je weet wie je bent, waarom je geboren bent en dat je verder kunt gaan in dit leven. Want je krijgt behoorlijk veel tools mee. Je gaat werken aan bepaalde blokkades. En het is de bedoeling dat je daarna echt wel verder gaat met de kennis en kunde die je mee hebt gekregen. Want zoals ik zei, je bent steeds weer bezig met jezelf. Je gaat steeds de diepere lagen in. Je gaat steeds meer van jezelf ontdekken. Steeds meer je kracht zien. En dat is het mooie van dit alles.
En verder hebben we ook nog de intakegesprekken. De intakegesprekken mogen ze zelf aanvragen wanneer ze daar ready voor zijn. Ik zeg altijd tegen mensen, als je met iets begint, weet waarmee je begint. Weet bij wie. Maar het is ook belangrijk dat als je geld gaat investeren daarin, dat je ook wel de tijd neemt. Want het is niet zo, je komt bij mij, je hebt een gesprek, even een uurtje en dan is het afgelopen. Je krijgt huiswerk. Ik ga vragen dat je naar jezelf kijkt. Eerlijk, open en eerlijk naar jezelf kijkt. En dan kom je tot heel wat inzichten, ja. Ja. Het lijkt allemaal veel. Hoe doet u dat? Doet u het alleen, samen met anderen? We hebben een volledig team. Sowieso kan ik het niet alleen doen. Ik heb een geweldig team. Goede zij dank dat ik dat heb. Maar ik heb een geweldig team waarmee wij dit alles kunnen klaarspelen. Ja. Ja. En hoe lang bestaat de stichting al? De stichting bestaat nu 2 jaar. Daarvoor dan doe je ervaring op. Je bent dan bezig met kennis opdoen. En toen wij dus zover waren, we hadden al verschillende projecten samen gedaan met andere organisaties. En het mooie daarvan is dat wij het spirituele, een van de basiscomponenten of pilaren is van ons. En dat ontbrak er een beetje hier in Suriname. Waarom wij dus hebben gezegd van nee, wij gaan ons daarop specialiseren. Waardoor wij daarmee ook kunnen werken. Mm-hmm. Want vaak genoeg denken we alleen maar aan het moet op een bepaalde manier. En we vergeten de spirituele aspecten. Ja. U bent al 2 jaar bezig om in bij met hetgeen u doet. Mm-hmm. Heeft u al in bepaalde mate kunnen zien wat de impact van de stichting is geweest op mensen die jullie hebben mogen begeleiden of coachen? Ja, sowieso. Ik hou er ook van om altijd nog in contact te zijn met de mensen. Misschien na een maand of 3 dat je plotseling een appje binnenkrijgt. Want je volgt de mensen. Toch, je bent uit het traject, zeg maar voor je hebt een traject gedaan van 6 weken. Dan is het wel belangrijk dat je zeg maar zo nu en dan even nog terugkoppelt. Dus sowieso dat mijn team, een van mijn teamleden, natuurlijk nog een berichtje stuurt voor de persoon van hey, hoe gaat het? Lukt het nog? Heb je nog wat uitdagingen? Wat zijn die? Dat je nog wel erover praat. Maar het is wel bewezen. Onze Facebookpage prikboek delen. En dat is belangrijk. We zien dat er een transformatie plaatsvindt. We zien dat de mensen bezig zijn. We zien dat de mensen vragen stellen. Dat ze zich openstellen om veel meer te vertellen. Steeds dieper te gaan. En dat is het mooie. Als je mensen tegenkomt. Dat ze zeggen van boy Ankie, ik had niet gedacht dat ik dit allemaal kon. Weet je, dan maakt dat je wel trots. En dan weet je van hey, hier doe je het voor. Toch? En dat geeft je dan de motivatie om dit werk te blijven doen. Want makkelijk is het niet, maar moeilijk ook niet. Maar wat is moeilijk? Snap je? We wisten waarmee we starten en we zijn er doelbewust mee begonnen. En voor ons is belangrijk dat mensen werken aan zichzelf, durven om te werken aan zichzelf. En wanneer je het resultaat daarvoor je ziet, nou, dan kan je alleen maar trots zijn. Ja. En natuurlijk zijn ook een heleboel mensen geïnspireerd door deze woorden. Maar ook zijn er anderen bijvoorbeeld die zeggen van, weet je, ik wil ook hetzelfde doen en ik heb ook een bepaalde visie. Mm-hmm. Kunnen die mensen zich bijvoorbeeld aansluiten als vrijwilliger? Hoe kunnen ze meehelpen aan de droom van de stichting? Nou kijk, als je een psychologische achtergrond hebt of je hebt een achtergrond van coaching, dan staan we altijd open om het gesprek eerst te voeren, want dat is wel heel belangrijk. Hier in Suriname hapert het soms wel van integriteit. Voor ons wat heel belangrijk is dat veiligheid. Mensen moeten zich inderdaad heel veilig bij je voelen. Mensen moeten weten dat als ze hun imberen als het ware daar hebben gezet, dat het niet buiten aankomt. Want we hebben heel wat mensen die komen binnen ons traject zijn wel hele bekende Surinamers. Maar niet alleen bekende Surinamers, mensen met een bepaalde functie, mensen die een bepaald traject op willen gaan, weet je, maar ook gewoon die kleine man. En dat wil niet zeggen dat je de persoon anders
hoort te behandelen. Datgene wat de persoon je verteld heeft. Ik zeg altijd tegen mijn coaches. Ik zeg, als je me op straat niet eerst groet, ga ik je niet groeten. Want misschien mensen weten dat ik bijvoorbeeld spiritueel coach ben. En ik groet je als eerst. En ik zou zeggen van, hey guru, hoe gaat het met je? Ik ben helemaal enthousiast en ik groet je, want ik ben blij om je te zien, toch? En dat je de vraag krijgt, maar hoe ken je haar? Boy. Snap je? Ja. Surinamers zijn wat dat betreft, we zijn een dorp, toch? En omdat ik dat weet, heb ik dus altijd voor mezelf dit als regel gezet. En ik zeg het ook echt aan mijn coaches van, als jij me niet als eerst groet, groet ik je niet, ik ken je niet. Als ik merk dat jij er gewoon normaal mee bent, jij groet me ook, jij praat ook gewoon normaal met me, dan ben ik ook gewoon mezelf en dan praat ik ook gewoon, maar ik hoor jou te beschermen. Als ik weet en zie van, hey, je bent nog niet ready dat de buitenwereld weet dat je bij ons terecht bent geweest of dat je ons kent, dan horen wij jou te beschermen. Toch? En vaak genoeg lacht men erom en wanneer ze me zien, dan is het wel, dan zie je ze twijfelen. En dan, als we daarna in een privé setting zitten, zeggen ze wel echt, Ankie had me gewaarschuwd hiervoor, maar inderdaad is het eng. Want ik krijg inderdaad die vraag van, hey, je kent haar. En ik moest dan vertellen van, ja, ik ken haar op basis van hier en hiervan. En anderen hebben ook gewoon gezegd, nee, ik wilde niet dat de persoon het wist. Dus het was goed dat je me dat zei. Want op die manier wist ik me dan ook anders op te stellen. Dus wat dat betreft is het voor ons, we stellen ons open om samen te werken, daar niet van. We stellen ons open om ons team te versterken, want het werk is veel en we kunnen het niet alleen aan, dus we stellen ons wel open. Maar wat belangrijk is, is dat de mensen weten, je gaat door een screening. Dat is 100%. Yes. Ja. En je hebt aan het begin zo een beetje gesproken over de mentale gezondheid van mannen in Suriname. Ja. Maar als u kijkt naar alle zaken of iedereen die u heeft mogen begeleiden of heeft mogen coachen de afgelopen periode, wat is uw mening over hoe staat het met de mentale gezondheid in Suriname? als ik eerlijk ben, gaat het niet. En dat doet soms heel erg pijn. Omdat je van jezelf weet, ook ik ben door heel veel gegaan. Ook ik heb aan mezelf moeten werken. Ook ik heb eerlijk moeten kijken in die spiegel en zeggen van, hé, nee, ik wil hier verandering in brengen en ik ga keihard werken. Daarom zeg ik altijd ook tegen mijn coaches, wat ik aan je zeg, is niet wat ik alleen maar uit een boek heb geleerd. Heel veel heb ik ook zelf meegemaakt. En daarom horen we eigenlijk onze uitdagingen in dit leven te zien als leermomenten. Zaken komen niet zomaar op je pad. Het komt op je pad omdat je eigenlijk skills moet gaan ontwikkelen. Maar als je eraan vasthoudt als pijn, als je eraan vasthoudt van dit, waarom ik? Waarom overkomt dit mij? Kijk ernaar van, wat moet ik anders gaan doen? Het accepteren, hoe pijnlijk dan ook. Accepteren, beetje voor beetje. Daarom zeg ik ook altijd, geduld hebben met jezelf. Want gaan naar de nieuwe versie van jezelf, doe je niet gewoon één stap. Je hoort elke dag een beetje te werken aan jezelf en het geduld te hebben met jezelf, want het is iets nieuws. Dus je lichaam gaat ook tegenstribbelen. Je gaat je op een gegeven moment ook afvragen van, is dit wel goed waarmee ik bezig ben? Maar als je het geduld hebt met jezelf en weet van, hé, ik ben aan het groeien, ik ben bewust aan mezelf aan het werken, dan komt het wel goed. Dan zie je ook wel die verandering en dat gaat je motiveren om verder te kunnen gaan. Maar leef niet ermee, loop niet ermee en dan zet je een smile op. De buitenwereld denkt het gaat goed, het gaat prima, want we houden ervan toch als we ergens aan komen. Hoe gaat het met je? Goed! Dat is onze reflex. Goed! Misschien kijk je niet eens meer naar de persoon, misschien loop je al weg en je hoort die goed. Maar als je inderdaad het meent met de persoon, kijk de persoon aan en stel de persoon de vraag, hoe gaat het? En luister naar hetgeen dat de persoon zegt. En als zegt de persoon goed, kijk de persoon echt aan en kijk van, gaat het wel echt goed met je? Want ik zie iets. Mm-hmm. Ik hou ervan om te vragen, gaat het echt goed? En dan vaak genoeg is men stil. En dan kijken ze je aan en de mensen die me kennen zeggen, Ankie, wat heb je weer gezien? Oh. Ik zeg, nee, jij moet me vertellen wat ik heb gezien, als het klopt. En soms zeg ik maar één ding
En dan zeggen ze, ja, het is wel zo. Maar zoek een safe space, daar gaat het om. Ik zeg ook altijd tegen de mensen, je hoeft niet naar Ankie te komen. Er zijn genoeg andere coaches, er zijn genoeg andere psychologen. Maar praat. Als je het financieel nog niet zo breed hebt, Google erover. Lees erover, want een boek kan je heel veel helpen. Denk niet alleen maar aan TikTok en Facebook en Instagram. Pak een boek. Ga erover lezen. Ga kijken wat maakt dat ik de persoon ben die ik nu ben. Met welk verdriet loop ik allemaal? Met welke uitdagingen zit ik? En dat je echt wel gaat kijken naar jezelf. En beetje voor beetje gaat werken aan jezelf. Dat is zo belangrijk. Want als mens maken we heel veel mee. Maar door te praten, dan kom je wel heel ver. Ja. En wat zijn de toekomstplannen van de stichting The Coaching Me? Nou, de toekomstplannen, we gaan, dat is een beetje een tipje van die sluier. We hebben, vorig jaar zijn we ook naar het buitenland geweest. Dus dit jaar kijken we er ook naar uit om die samenwerkingen ook weer te hebben met het buitenland. Daar zorgt ervoor dat wij ook veel meer leren. Maar dat zorgt er ook voor dat wij met ons uniek concept ook de andere mensen in het buitenland ook kunnen dienen, kunnen surfen. Want dat is wat je doet. Je helpt mensen om een beter mens te worden. Je helpt mensen om weer authentiek te zijn. Je herinnert ze eraan van die kennis zit binnen. Ja, en eerder heeft u verteld dat bij het coachen en begeleiden van mensen u eigenlijk ook vertelt wat u zelf heeft meegemaakt. Hoe heeft u dat eigenlijk doorbroken, want mensen vinden het heel moeilijk om te praten over zichzelf of wat ze allemaal hebben meegemaakt. Hoe bent u daarmee omgegaan? Door ook naar de psycholoog te gaan, door ook naar de coach te gaan. Maar ook toen ik zelf die opleiding deed, kwam er heel veel naar voren. Want je kan mensen niet begeleiden, daar heb je zelf niet gewerkt aan jouw uitdagingen. Want geloof me, precies waarmee je zit, precies daar gaan er mensen komen met precies dezelfde uitdagingen. En als ik niet aan mezelf heb gewerkt, als dat niet een deel is waarmee ik vrede mee heb gesloten, kan ik je onmogelijk begeleiden, kan ik je onmogelijk helpen. Dus het is ook heel belangrijk dat wij ons blijven scholen, blijven werken aan onszelf. Yes. Oké. Aan het eind, mevrouw Sebon, heeft u nog iets te vertellen over de retreat van aanstaande zaterdag? Ja. Nou, ik wil aangeven van, er zit een prijskaartje aan, maar laat dat jou niet weerhouden. Kijk naar wat je ervoor krijgt. Als we bijvoorbeeld voor hetzelfde bedrag een cadeautje moesten kopen voor iemand anders, zou je het gewillig doen. Maar om die investering te maken voor jezelf, dan denk je er 3 en 4 keren over na. Dus eigenlijk wat we leren is geven aan onszelf. Geef dat cadeau aan jezelf. Stap meer in jezelf, zodat je er ook meer uit kunt halen. En als je een boodschap zou moeten geven aan de Surinaamse gemeenschap, als het aankomt op de mentale gezondheid? Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd. Praat. Bouw je safe space. Ook de grootste ondernemers, ook die grote celebrity die je volgt, heeft zijn safe space, heeft zijn mensen waarbij hij praat over business, waarbij hij praat over de finance tak van de business, waarbij hij praat over zijn mental health, waarbij hij praat over zijn uitdagingen als man zijnde, als vrouw zijnde. Dus waarom zou het voor jou niet een mogelijkheid zijn als je geen professionals kan vinden, of laten we zeggen je kan ze nog niet permitteren. Zorg er wel voor dat jouw vrienden van toegevoegde waarde zijn. Dat zijn niet zomaar vrienden. Het is niet alleen maar om naar een dansje te gaan borrelen, fun te hebben. Het moeten ook wel echte vrienden zijn die je kunnen ondersteunen wanneer het minder gaat. Want dat hebben we niet. Toch, we kijken niet zo kritisch. Het is een mattie, zolang het fun is, zolang het leuk is, dan zijn ze er. Maar zijn je vrienden er ook wanneer het minder gaat? Want je hebt ups en downs in dit leven. Het is niet alleen maar up. Je hebt ups en downs, je hebt groeimomenten. Zijn ook die vrienden daar voor jou? Dus kies ook je vrienden. Kies je omgeving. Bouw je safe space, zodat wat er dan ook gebeurt in dit leven, dat ze daar zijn om je op te vangen. Dat ze daar een luisterend oor kunnen bieden. Dat is heel belangrijk. Duidelijke woorden, mevrouw Sebon. Dank u wel. Dank u.
Zo kijkers, je heeft het gehoord van mevrouw Sebon. Ze heeft vooral aangehaald waarom het belangrijk is dat niet alleen mannen hoor, maar iedereen gaat praten over dat waarmee ze zitten. Maar aanstaande zaterdag is er een speciale retreat voor mannen. En op hun Facebookpage kunnen jullie meer daarover lezen. Dat was het voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.